Is het een waan of is dat dat? Ja, is het waan. Vullen we dat met je? Kijk, ik moet mijn batterie gaan pakken met de doek gaan. Jaren als ik leuk heb te denken. Kom even allemaal bij elkaar. Kom even allemaal bij elkaar. Want wij moeten nog op die ene grote foto. Ja. Maar dit is veel sterren. En de boogschutter, daar ben ik niet. Dus dat is niet voor mij. Ik heb een boogschutter. Ik heb een boogschutter. Iedere boogschutter steekt zijn vinger op. Kijk of het van jou is. Dus het kan van Jan en alle mannen zijn, behalve een van een boogschutter. Ja, wij met het nummer 100. De Wolf Wilma. Ik ook. Ik heb het niet. Spanje van Frankrijk gisteren. Kan ik ook doen. Hezbollah is een hele luchtaanval met Russische raketten. Het is al gaan met me kapot gemaakt. Dan spreken we even af wat we gaan doen. Ja, en dan is dat even voor iedereen helemaal duidelijk. Vraag voor de kleine Eukenputte, wie moet er nog een plasje maken? Want het eerste half uur heb je daar geen tijd voor. Niet? Als ik uitverteld ben, ga ik... Ja, en dan als groep naar Schreuder te wandelen. Ja, want ze op de Kerkstraat te laten uitstappen, lijkt me nog wel link, zeker naar het onderzoek van deze week in de boek. Kunnen ploegenleiders even alvast hun spulletjes bij elkaar zetten?
Ja, en naar de keuken brengen is dat om op te lossen. En dan mogen de boekbedden eruit, want we zijn te klaar. Ja. Dan moeten ze nog de prijs weten. Ja. Dan moeten we nog even wachten. Ja, en dan zitten de kleine ukkeluukjes bij de allemaal maar grijzen. Ja. Iedereen staat op de foto. Hoop ik tenminste dat dat leuk is, de fotograaf niet te doen heeft. Mijn groep 8, want voor mijn groep 8 is dit het laatste schoolkamp geweest. En ik had toch graag straks een herinnering aan dat zootje ongeregeld van groep 8. Anders dan, ja, als je nou eens even de groep 8 en de eentje van de groep, dan heb je het samen met de van de titel Schoolkampploeg 1994. Ja, daarvoor zijn we begonnen met de vlag. Daarmee zijn we begonnen met de zeskampersploegenwedstrijd. We hebben gekeken hoe goed dat je niet geslapen had en hoe goed dat je wel de afwas had gedaan. Enzovoorts, enzovoorts. Uitslag, ploegenwedstrijd. Ja, er moet er altijd eentje de laatste zijn. Ja. Ploeg 8 met 21 punten. Tweede plaats, ploeg 11, 22 punten. Ploeg 3, ploeg 1. Dat stond 11 achter, maar 1. Ploeg 3 met 25 punten. Ploeg 5 met 28 punten, dus die zijn ook al kwijt. Ploeg 9, oprotten, 29 punten. Ploeg 4 met 33 punten. Dat wordt spannend, hè? Ploeg 7 met 37 punten. Wauw, hebben ze bijna gehad, hè? Er blijven er nog 2 over. En wat nog nooit gebeurd is op al die 9 schoolkampen, we hebben 2 ploegen met precies hetzelfde aantal. Yeah! En dat kan er maar één. En dat is verloren. Kan er maar 1 de beste zijn. Dan had ik, om dus te komen tot die definitieve uitslag, nog een spelletje apart gehouden. Ik had er hier nog één gedaan. En hebben ze me die kist opgeruimd. Ja. Daar heb ik beide ploegleiders een biervirkje in een tas gestopt. Daar staat de laatste opdracht op. En de laatste beslissende opdracht. Je hebt met je ploeg 1 minuut de tijd om die opdracht uit te voeren. De minuut gaat nu in. Alles in orde. Geen pen, geen uitslag, goed verliezen. Als die groep nou eens een keer kan opnemen, dan hadden ze geweten dat groep 2 gisteren 37 punten had. En groep 6 had gisteren 36 punten. Ja. Vandaag hebben ze met de ploegenvariant precies omgedraaid.
Ploeg 6 heeft die ploegen van Jatom gewonnen. Met 9 punten krijgen we dus de 45. En ploeg 2 was op de tweede plaats, kregen dus 8 punten. 37-8 is ook 45. Ploeg 2 zegt dat ze 39 punten hebben behaald. Ploeg 6 zegt 38. En aangezien 39 het dichtst bij 45 ligt. Ja, erbij staan. Hoe moet je tussen die jongens? En dan?
tellers moeten doordelen tot vier cijfers achter de komen lagen ze nog gelijk. Dat hebben we maar met de hand gedaan en toen waren we er eens uit. Derde plaats, Björn. Dat kon jij doen. Wagga!